monster staat op wieltjes. Ja! En voilà! De robotzaag is klaar! Nu, ik heb een klein probleempje. Ik heb deze robotzaag onder andere gekocht om gemakkelijker malm te kunnen maken om te vacuumformen. Want dan maak ik snel een mal en dan kan ik heel snel werken. Dat is eigenlijk een ideaal toestel daarvoor. Nu, het probleem is, de software die gebruikt wordt om deze machine aan te sturen, is nogal moeilijk. Ik heb die nog niet volledig onder de knie. Wat op zich niet zo erg is, want ik kan dat leren. Maar ik wil eigenlijk nu malm maken voor dit weekend. Want dit weekend is er een workshop vacuumforming. Heb ik nu workshop gezegd? Ik heb workshop gezegd. Maar er is dus een workshop vacuumforming dit weekend. En ik heb nog een mal nodig. Dus ja, die mal ga ik dan weer de old school manier moeten maken. For all time's sake, nog één keer een old school vacuumform mal maken. Yeah! Ik weet wel dat er nu een aantal onder jullie zitten te denken van ja, maar Henk, waarom heb je die ronde vormen daarnet ook niet met je lintzaag gezaagd? Wel, omdat dit zaagblad te breed is. Ik heb een nieuw zaagblad besteld, maar het is nog onderweg. Dus dat doet allemaal niet vlot qua timing deze week. Sorry. Ik heb deze mal vier keer gevacuumformd en nu heb ik een soort van volume met flensen en dat zou wel een heel tof lampje kunnen worden, maar ik zie dat er hier en daar nog wat foutjes in de mal zitten. Ik vind de vorm nog niet wat ik precies wil. Dus eigenlijk moet ik nu een nieuwe mal maken en daarvoor is die machine natuurlijk perfect. Maar goed, ik heb nu geen tijd meer om een mal te maken, want ik moet nu naar de houthandel. Normaal zie ik, koop ik mijn materiaal in de gamma, maar als ik echt grote hoeveelheden hout nodig heb, dan ga ik naar de houthandel, naar Hansens. En dat is in de haven van Gent. Woehoe! Hier bij Hanses Hout zijn het altijd grapjassen. Kijk eens hier. Rank Heikaart. I love the fuckers. En voilà. Dat is wat ze noemen een beetje MDF in de koffer. En voilà, na 15 tripjes op en af met de kruiwagen ligt al de MDF klaar voor mijn workshoppers. Dit is materiaal goed voor 50 mini vacuumform machientjes. Ja, ja, want er komen wel degelijk 50 mensen naar mijn workshop. Wauw, wat een succes! En
Voilà, dat was de eerste workshop van de reeks van vier. Het was heel plezant, we hebben ons heel hard geamuseerd. Als je goesting hebt om ook een workshop mee te doen, dat kan. Stuur gewoon een mailje naar workshop@koterij.be en dan stuur ik u de nodige informatie op. Ondertussen is mijn Maslow klaar met een nieuw stukje multiplex om het volgende stuk en het laatste finale stuk van de afwerking te maken. Woe, okay. Let's go! Let's go! Ja! Oké. Twee problemen. Eén. Eerst het probleem. Het is er niet volledig door. Tweede probleem. Dit zou moeten een cirkel zijn. Het is de ellips. Voilà. Dat is de cirkel. Stom spel. Ja, bo, als de robots het verkloten, dan moeten de mensen toch even overpakken, hè. Dat is cool, hè? Er zit een sticker bij. Haha, mijn Maslow, of beter gezegd, mijn robotzaag, is eindelijk klaar. Ik weet het, ik heb een beetje moeten helpen met gewone mensen-tools, maar uiteindelijk is mijn robotzaag klaar. Het belangrijkste is hier die twee bakstenen die ervoor zorgen dat mijn frees nu eindelijk een beetje stabieler gaat kunnen werken. Cool, hè? Ik ben klaar, dus deze sticker mag nu op mijn laptop. En nu dat we toch over stickers bezig zijn, deze week is mij een brief opgestuurd van een zekere Dries de Roek. En er stond: hallo Henk en Koterij, hierbij twee stickers met een quote die, vind ik, zeer goed past bij alles wat met making te maken heeft. En dat klopt ook, want op de sticker staat: don't complain, suggest what's better. En blijkbaar is dat een Kickstart project. Als je dat Kickstart project wil steunen, net zoals Maslow, dat was ook een Kickstart project. Als je dat Kickstart project wil steunen, ik zal hier onderaan een link zetten en dan kun je zelf ook zo'n sticker krijgen. Voilà, zo. Haha, cool. En voor de oplettende kijkertjes, die hebben het waarschijnlijk wel al gezien, er zijn koterijstickers. Oh jawel, er zijn koterijstickers. Vanaf nu zijn er de officiële koterijstickers. Laat een keer onderaan in de commentaren weten wat je met zo'n sticker zou doen. En dan stuur ik je misschien wel zo een mop. Ja, we geven weer dingen weg. Dus deze Kickstarter steunen en hier zeggen wat je ermee gaat doen met deze sticker. Cool, hè? Goed, en ik ga ondertussen met mijn Maslow nog een keer wat dingen maken, zie. Oh ja, en als je het leuk vond, een duimpje en abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Tot volgende week!